aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Beste kiekers, het is weer zoiets aan poten met Ton. September, het zonnetje hoog aan de hemel. Wat wil ze eigenlijk nog meer? Tijd voor in de hoofd te werken. Kom eens even met Olaf over kijken hoe Diana is. Hey, Diana. En wat gaan we vandaag doen? Ja, Ton. Ik had net mensen aan de lijn en die hadden inderdaad problemen met de buim, leibuim. De stam overbrandt. En daar hebben ze inderdaad geadviseerd om wondbalsem te gebruiken en de stammen in te wikkelen met jute. En nu hebben ze dat ook gedaan allemaal, maar ze zijn zelf toch een twijfel van God, kent ze niet eens even komen kijken. Of we het goed gedaan hebben en of de buim het nog kan overleven. Dus ja, ze zijn op schijs even met. Dan ga ik met te pakken, ik heb een appeltje voor de dorst en dan ga over. Ja, nou, waar zie je vroeger? In Koningsbos, de familie Haanraads. En nou, ik heb het verband al in de heen. Ja. En nu hebben ze zalf erop. Looster, dokteres en de assistent, we gaan eens even kijken en we gaan het repareren. Ja. Nou, dat zijn hier ook het buimen. Ja, dat zijn de koningslinders in Koningsbos. Ja, ja, die huren in Koningsbos, dus dan, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, er zijn verdachten dat er een paar een beetje dood worden gegaan. En toen zijn we naar de familie gegaan om te vragen wat er nu eigenlijk aan de hand wordt. En die zijn meteen komen kijken, wat we wel gans plezierig vinden en fijn vinden. He, zodat de vrouw weer kan slapen, want die koe zal niet meer slapen dat haar buim kapot ging. Ja, het is zo, als het er één is, dan ga je het nog, maar als het er meer zijn, dan werd het erger. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, dan maar ja. Advies gekregen, wie voor die moeten schrapen, het passen er maar om, en dan jute banden er maar om erin. Dus we hopen dat het in orde kunt. Dus. Ja. Ja, laten we dat hopen, maar ik denk het wel, want normaal is dokteres Diana gaat zeggen, dan klopt het wel, hoor. Zo'n boemdokter. Zullen we eens even naar de patiënten gaan kijken? Patiënten, zeker. Goed. Wat is hier precies gebeurd, Diana? Familie Haanraads had eigenlijk op het najaar een Persische slaapboom, Albizia, bij ons gehaald. Hij bleef slapen, werden niet wakker. Dus hij wil niet aan het werk? Nee meneer, ik heb aan hem gerammeld. Ik zag, werd eens wakker, maar dat kwam niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Ja, de vrouw deed dat. Dus het is eigenlijk een slapende? Het is een slapende, slaapt nog steeds. Dus ja, goed, ook in dit geval, ze hebben gewoon komen kijken. En nog eens even in de boom gekrat links en rechts. En ja, gezien het al oktober en nu zitten we in september. Ja. Dus tegen de tijd had de boom al lang wat moeten doen. Normaal gesproken de beste tijd van het jaar is ook het najaar om te poten. Dat hebben ze dus ook gedaan. En we zijn komen kijken. En nu we ook zien, ze hebben hem eigenlijk perfect gepoot. Goeie weg, niet te diep in de grond gezet. Dus het kan ook wel eens voorkomen dat biozen in de boom niet aangeeft. Dus en op dat gebied zijn we altijd een mooie compensatie naar elkaar toe. En dan gaan ze nu een nieuwe Persische slaapboom kopen. Dus we hebben wel even op de plekken gekeken, wie is de grond? Wordt de boom niet te diep gepoot? Is er niet te nat? Is er niet te droog? Nou ja, goed, in dit geval, ze zijn bewaarlijk kundig in het planten van bomen en struiken. En dan lossen we het probleem eigenlijk gewoon nog ter plekje op. Dus. Kijk, zo heurt dat. Dat is natuurlijk wel fijn. Kijk, een beetje garantie in het leven moet er zijn. Ja, dat zou wel fijn zijn. Hè? Ik vind je altijd zo, als het altijd een keer gaat misgaan, als het maar goed werd opgelost, en dan gaat het eigenlijk om. Zo is het. Dit is een doorslaper, dit is door een roosje, dat laat hem even liggen. En dan nog een klein probleempje. Dan gaan we eens heel even kijken. We zijn een tijd geleden inderdaad komen kijken, van wat was het probleem. Dus het probleem van verbranding. Waardoor verbrand je de stam eigenlijk? Hij verbrandt eigenlijk doordat de sapstroom. Het komt nog niet echt goed op gang bij een boom. Dat die pas omgepoot zijn, die gewoon nu je kleine worteltjes maken. Dus dat kost hem ontzettend veel moeite. Doordat er niet gekuld wordt, echt. Die stam wordt niet goed gekuld. Ja, en die gezondheid dan echt fel schijnen, zoals we dit jaar weer hebben gehad. Ontiegelijk warm geweest. Ja, en dan gaat die stam verbranden. En op dat moment laat die stam ook los.
En goed, het beste wat ze op dat moment kunnen doen is inderdaad aan die stam achter vanavond schrapen ze wel wie mogelijk. Met wondstop behandelen. Dus dat het ook stopt, dat ze er een luiks kunnen verheerden en dan goed inwikkelen met jute. Ja, zeker, dan komt de verband meesteren. En dan komt de verband dus te pas. Ja. Ik heb hier... Ik denk dat het helemaal goed komt, of niet? Dus we hebben nog gekeken. Dus ja, ze zo nu kijkt. Is het al zo aan een knop? Hè? Ja. Is het eigenlijk vol op een knop? Dus heb ik je ook gezegd. Dan kan je weer een beetje terugsnijden allemaal. En dan gaat zich weer helemaal herstellen. De stam gaat wel fijn schoon toegroeien. Ik zou wel nog ongeveer minimaal 2 jaar de jute erom laten zitten. Ja. Uiteindelijk gaat er vanzelf verwerkter. En dan inderdaad de boom terug snoeien en je zult zien, dan gaat zich volledig herkrijgen. Dadelijk op het nieuwe voorjaar stuit hij weer schoon aan een blaad. Dus eigenlijk is er niks aan de hand. Je hebt goed gehangeld. Ja, ik zie hier een prachtige tuin. Wie komt eigenlijk op zo'n idee om een tuin zo te maken? Dat was mijn droom, Koningslind. Dus ook vanwege Koningsbos. En ja, dan moet ze dat natuurlijk gaan inrichten. Maar dat is nogal een grote tuin. Tenminste, dat worden we niet gewend. Daar hebben we dat zijn van de familie Maas gegaan. En daar hebben we ook dus diverse adviezen gekregen. En daar zijn we op te werk gegaan. Dus zo is het eigenlijk allemaal tot stand gekomen. En dan wist ik van welke bomen. En dan vroeg ik het aan dicht. En dan gaat het vanzelf. Dus. Ik heb dat helemaal in orde en dan mag je hier het werk doen. Ja, dat klopt, heer. Ja, ik ben er flink bezig geweest achter. Ja, want de vrouwen die zeggen wel wie het moet. En de mannen mogen het uitvuren. De mannen die vuren het uit, ja. Kijk eens. Maar, voor zo'n schoon vrouw, daar hebben ze dat toch voor over, of niet? Ja, dat laten we het toch maar bij jou. Wanneer je gewoon poten, doen het leveren in het najaar. Als die bomen rust zijn, gaan dan echt buinpoten. Kijk, natuurlijk, de meeste poten leveren als het zonkeschijn en fijn weer is. Maar het grote grove potenwerk, verhagen, buim en dergelijke, is nog altijd het najaar. Vanaf oktober dan beginnen de taxussen, de coniferen, de lorieren. Ja, en dan vanaf november, als de blaaier van de buim gevallen zijn, dan beginnen de buim. Eigenlijk is het meest verstandige, dus ik graaf nu het gaat en ik plant pas tegen dit tijd. Ja, dan kent ze de grond natuurlijk wel goed dus voorbereiden. In het zonnetje even de zaak voorbereiden, ja. Even een maandje wachten en dan gaan we planten. Ja, dan gaan we planten, ja. Dus in de volgende keer weet je wie we het gaat doen, hè? Ja, ik heb wel het voorbeeld gedaan. Ik had dat al een paar maanden geleden uitgegraven. En dan kan het bumpje erin. Kijk, het bedje is opgeslagen. We kunnen hem in gaan dekken. Ja, Diana, moeten we nog bumpje inpakken? Zo te zien hebben ze genoeg voorraad metgenomen. Dus het is allemaal... Het ziet er goed uit. Ja, ik zie hier de lavendel staan. Is dat van Gino? Ja, het is van Gino, ja. Ja, inderdaad. Ja. Ik moet alleen nog zeggen, Gino, daar hebben we het advies van gekregen van de lavendels. Dat wordt het enigste. En wat de jongens al verteld. Dat we daar goed voor moesten zorgen en alles goed moesten afknippen. Dat heb je perfect gedaan. Ja, en het leeft goed, hè? Want je zit wel zat in, zie ik. Ja, daar ben ik niet voor druk hoeven te gaan. Nou, beste kijkers, je ziet het. Als je in een fatsoenlijke zaak het koopt, dan krijg je goede service. En goede service wil dus zeggen, dames en heren, gewoon. En onder dat motto wil ik zeggen, ha je gezond, blijf gezond. En kijk vooral naar TV11. Ik zal zeggen, doe de volgende keer met aanpoten. Met op. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.